We zijn hier bijeen voor de 28e bijeenkomst van de Tilburg University Society. Dit keer in de grote zaal van Sociëteit de Witte op 15 december 2016. Met als onderwerp goed bestuur en governance in het hoger onderwijs. We hebben twee eminente sprekers. De eerste is professor Edith Hoge, hoogleraar en vice-decaan aan de TIAS Business School. En de tweede inleider is niet minder prominent, dat is Tom de Graaf, oud-minister, oud-burgemeester en inmiddels voorzitter van de Vereniging van de Hogescholen in Nederland. En die gaan inderdaad een inleiding geven over dit belangrijke thema, wat op dit moment ook erg veel in de aandacht staat vanwege een commissie, een staatscommissie die aan het werk is op dit gebied. En wij zullen natuurlijk de discussie daarna voeren onder de bekende Chatham House Rules. Ja, vanavond wil ik ingaan op fundamentele governance vragen. Die gaan eigenlijk over het bestaansrecht en de legitimatie van hoger onderwijs. En ik begin uit te leggen dat de overheid de afgelopen decennia eigenlijk vooral heeft gestuurd op prestatieafspraken, op geld, op marktaandeel. En dat noem ik dunne waarden. Maar hoger onderwijsinstellingen zijn instituties. En die horen eigenlijk te sturen vanuit dikke waarden. En dikke waarden zijn bijvoorbeeld toegankelijkheid, sociale mobiliteit bevorderen, staan voor academische kwaliteit en integriteit. Ik werk dan twee onderwerpen uit, twee voorbeelden. Het eerste is dat ik laat zien wat de opgave voor hoger onderwijsinstellingen kan zijn om toegankelijkheid te bevorderen, gezien de zachte tweedeling die er nu is in de samenleving. En als tweede punt maak ik duidelijk dat hoger onderwijsinstellingen zich dienen te verantwoorden in brede zin. Echt verantwoorden, openbaar, transparant. En daarmee in gesprek gaan met de samenleving. Omdat de samenleving uiteindelijk de morele eigenaar is van het hoger onderwijs. Ik ga het hebben over het vertrouwen dat de overheid wel of niet in hoger onderwijsinstellingen heeft. En wat daar in de afgelopen jaren is gebeurd. Steeds meer rendementsturing. En ik stel de vraag of we daarmee door moeten gaan of dat we veel meer universiteiten en hogescholen zich laten verhouden tot hun omgeving. Hun regio, hun stakeholders, studenten, docenten, hoogleraren, lectoren. Ik ga het hebben over intern toezicht. Wat is de rol van de Raad van Toezicht of, zoals bij een universiteit als Tilburg, een stichtingsbestuur. Hoe verhoudt zich dat tot het externe toezicht wat alleen maar stapelt en stapelt. En ik ga het hebben over de wenselijkheid van een verdere professionalisering van het hogescholenbestuur en universiteitsbestuur. En dat bij elkaar probeer ik in 20 minuten te doen.